we hebben dus net het nieuws te horen gekregen dat wij Seaweed en Penny mogen spelen. Mm. En ja, we zijn echt super blij. Ja, ik ben mega excited, want Seaweed is toch wel echt een droomrol van mij. Dus ik ben kei blij dat ik die gewoon ga mogen spelen. En ja, ook met jou, dat is kei leuk. Oh. Ik denk dat dat echt kei fijn gaat zijn om een koppel te spelen, want wij kennen elkaar echt heel goed. Wij hebben al heel veel samengewerkt, die chemie is daar, die band is daar. Dus ja, dat wordt kei fun, hè, toch? Ja, inderdaad. We kennen elkaar zo goed. Een koppel spelen gaat echt geen probleem zijn. Ik heb zelf de film al heel vaak gezien. Yes. En ook Hairspray Live met Dove Cameron en Ariana Grande. Yes. Ja. Ik heb die ook gezien en dat was echt... Dat is eigenlijk de reden waarom ik dacht van, oh my god, op een dag wil ik ook Seaweed spelen. Ja. Omdat die acteur dat zo goed deed. Oh, de muziek is zo... fris en zo, ja, gelukkig gewoon. Ja, exact. Je wordt er helemaal gelukkig van. En wat ik kei leuk vind, is er niet zoveel soul in de musical. Zoveel soul en zoveel kleur. En ik kan niet wachten om gewoon echt mijn... Ah, ik word daar echt gelukkig van als ik nu al denk aan die soul-nummers. En dat ik daar gewoon echt mijn zwarte stem in kan steken. Ik heb daar gewoon zin in, ja. Ja, ik verwacht een heel veel feel-good vibes. Net zoals Mamma Mia vorige keer. Dus ik denk ook weer zoiets met alle hits natuurlijk die iedereen kent. En ik hoop dat iedereen met een lach naar buiten gaat gaan. Ik hoop dat ook, want het zijn echt allemaal meezingers. En het zou gewoon zo fijn zijn als we de boodschap van liefde kunnen verspreiden naar iedereen in de zaal. En dat iedereen gewoon met een fijn gevoel naar huis gaat. Dan is onze, onze job geslaagd, denk ik. Ja. Kom dus zeker kijken naar Hairspray vanaf 17 maart 2024. Yes, in Antwerpen, Gent en in Hasselt. Tickets kan je vinden op thebridge.be. Tot dan. You can't stop the beat.